Het Korps Brandweer Suriname heeft 4 blusvoertuigen aangekocht. Deze zijn vanmorgen officieel ontvangen van het ministerie van Justitie en Politie. Volgens bondsvoorzitter John Seedorf is de brandweer echter nog niet waar zij wezen moet. Seedorf geeft verder aan dat het korps op de goede weg zit, doordat er gesprekken zijn gevoerd met de brandweercommandant en de minister. Aan de hand van de besluiten die voortvloeien uit die gesprekken, kan ik zeggen of we wel of niet een mijlpaal hebben bereikt. Met de aankoop van de voertuigen, benadrukt Seedorf. Omdat er kazernes zijn die geen voertuigen hebben. Brandweerposten die geen voertuigen hebben. Gaan we naar het verzoek doen. Dat zo snel als mogelijk een invulling kunnen geven daaraan. Een ander punt is dat wij, los van deze dag natuurlijk, dat er voertuigen gekomen zijn om de gemeenschap te dienen. Weliswaar zou ik het nooit leuk vinden voor mijn part hoe we zijn continu in de garage blijven. Maar u weet, waar mensen zijn, worden handelingen gepleegd die soms incorrect zijn. En dan heb je dan de calamiteiten die zich kunnen vormen. Seedorf hoopt dat een vervolgtraject zo snel als mogelijk ingezet kan worden voor de andere kazernes. Brandweercommandant Radin Jakkeri geeft aan dat de organisatie op een gegeven moment is geconfronteerd met de situatie waarbij ongeveer de helft van de blusvoertuigen niet meer bedrijfszeker was. De veiligheid van het uitrukpersoneel kwam hierdoor in gedrang, zegt Jakkeri. U hoort ook minister Stuart Getrouw die aangeeft dat de aanschaf voor nog 4 blusvoertuigen in de pijplijn zit. Ik wil van deze plaats uit aangeven dat ons beleid niet gericht is op het aanschaffen van tweedehands blusvoertuigen. Maar uitgaande van de financiële situatie en de haalbaarheid om op kort termijn een aantal van de uitrukvoertuigen te kunnen vervangen, hebben wij toen als voorstel gepresenteerd gefaseerd goed gebruikte blusvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is toen door het ministerie goedkeuring gegeven. Dit beleid is door de huidige minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, voortgezet. Vanaf 2017 tot heden hebben wij in totaal 12 goed gebruikte blusvoertuigen en diverse brandweertechnische uitvoeringen, waarbij enkele met bepakking, kunnen aanschaffen bij het bedrijf Canberry in Nederland. De korpsleiding heeft aangegeven dat er behoefte is voor meer uitrukvoertuigen. Commandant, we zullen dit project voortzetten aan het begin van 2020. Maar het is ook goed om aan te geven dat onder andere de aanschaf van watertankwagens, blusvoertuigen ook gaan plaatsvinden in 2020. Verder wordt voorgehouden dat met betrekking tot de PSU ook al beweging is. Volgens bekomen informatie zijn die blushandschoenen, veiligheidshandschoenen ten behoeve van het personeel van de technische dienst, technische hulpverleningshandschoenen, al in het land. We moeten ze nog inklaren met ook de medewerking van het ministerie van Financiën. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie en daarvoor Radin Jakkeri, brandweercommandant. Zij spraken vanmorgen na de officiële overhandiging van 4 brandblusvoertuigen. Die zijn aangekocht omdat bijkans de helft van de voertuigen van de brandweer niet meer bedrijfszeker was.